Ja, voor winkelmedewerkers zijn lege schappen natuurlijk meestal een goed teken, want dan is er goed verkocht. Maar toen een winkelmedewerkster van het Kruidvat in Zwolle een bijna leeg make-up schap zag, wist ze eigenlijk meteen dat er iets mis was. Ze had dat schap namelijk kort geleden bijgevuld. Toen ze de camerabeelden terugkeek, zag ze tot de grote verbazing wat er was gebeurd. Woensdag 6 december, de dag na Sinterklaas, loopt dit stel het Kruidvat aan de Kleine A in Zwolle binnen. U ziet het waarschijnlijk ook meteen. Die man ziet er wat vreemd uit. Zijn rastahaar ziet er niet heel natuurlijk uit. Zou zomaar een pruik kunnen zijn. In eerste instantie gedragen de twee zich redelijk normaal. Het lijken doorsnee bezoekers. Maar na een tijdje neuzen komt hun ware aard aan het licht. Eén voor één verdwijnen doosjes make-up van L'Oréal en Max Factor in een tas die in het winkelmandje staat. Vooral de man grijpt keer op keer in het schap, in totaal wel 10 minuten lang. Steeds met tussenpozen om geen argwaan te wekken. Focus dus niet te veel op de man zijn haar, hoed en bril. Het zou allemaal een vermomming kunnen zijn. Nu is het haar beurt. Zodra er voor bijna 1000 euro aan cosmetica is ingeslagen, verdwijnt de vrouw korte tijd naar buiten. En keert even later terug met een waarschijnlijk speciaal geprepareerde tas om het alarm niet te laten afgaan. Toch brutaal om dan zo vriendelijk lachend binnen te komen. Buiten beeld wordt alles overgeheveld en daar vertrekt ze opnieuw. Met volle tas zo door de beveiligingspoortjes. De man blijft voor de vorm nog even hangen, maar gaat er dan ook vandoor. Wie herkent dit stelende duo? De politie houdt er rekening mee dat ze niet alleen in Zwolle, maar misschien wel landelijk actief zijn. Tippen kan nu digitaal via onze website of bel de opsporingstiplijn. Of zonder uw naam te zeggen via Meld Misdaad Anoniem.